180 graden. Als je hier luistert, dan hoor je een brommer en de vogeltjes. Als je daar luistert, hoor je de artillerie. Dat is heel anders. Tijdens zijn werk in Oost-Oekraïne voor de Arabische nieuwszender Al Jazeera ziet Esko de gruwelen van de rampplek en de oorlog. Hoewel hij weet dat er veel landgenoten onder de slachtoffers zijn, komen de emoties later. Ik ben daar niet heel persoonlijk mee bezig geweest. En het raakte mij meer om te zien toen de lichamen in Nederland in Eindhoven landen en naar Hilversum zijn gereden, dat al die mensen langs de snelweg stonden, zeg maar. Dat deed meer met mij dan de plek, dan de plek zelf. Hoe gek dat is, ook klinkt misschien. Maar omdat die plek zo absurd is, omdat het zo'n ravage is en je kunt er nergens mee linken. Misschien is dat het. De Bosse cameratechnicus is eerder in Oekraïne geweest om verhalen te filmen over de oorlog. Er is een kans dat hij weer teruggaat. Het is niet zonder gevaar het werk. We hebben een paar jaar geleden in Georgië een collega van jou, Stan Storimans, cameraman, die is overleden bij een Russisch bombardement. Je weet wat de gevaren zijn, maar je zoekt het toch op. Je gaat daar toch naartoe. Waarom doe je dat? Ja, je bent, als je daarheen gaat, ben je elke dag bezig met gevaren en probeer je het uit te sluiten. Probeer je alles uit te sluiten, maar je kunt niet uitsluiten dat er iets gebeurt. Dus het risico dat er iets gebeurt is daar aanwezig. Mijn drijfveer is het menselijke verhaal erachter. Is het vertellen wat die mensen meemaken, waarom ze bepaalde keuzes maken. Ja, en als je daar helemaal niet heen gaat en thuis blijft omdat er niemand een risico wil nemen, dan komen die verhalen er ook nooit uit.